groenteboer, melkboer, slager, bakker en verzekeringsagent kwamen vroeger met hun handel aan de deur. De huisvrouw zorgde voor het huishouden en de kinderen, de man zorgde voor het inkomen. Alleen de rijke mensen hadden een fiets of soms zelfs een auto. Het was de tijd van de buurtwinkeltjes, die op loopafstand waren gelegen, en van de kleine zelfstandige ondernemers die hun waren huis aan huis te koop aanboden. Maar om geen drie melkboeren achter elkaar aan de deur te krijgen, had men meestal wel een eigen bezorgwijk. Bij de kruidenier en de slager kon je ook een boodschappenboekje inleveren, waarna hij de bestelling op de fiets thuis kwam brengen. De waren van de melk- en groenteboeren hadden bij elkaar heel wat gewicht. Daarom maakten deze handelaren al snel gebruik van paarden en wagens. De paarden moesten natuurlijk ook gestald en verzorgd worden, wat heel veel extra werk gaf. Daarom ontstond de ijzeren driewielige kar met benzinemotor, die men de ijzeren hond noemde. Een verwijzing naar de toen al lang verboden hondenkar. Anderen gaven de voorkeur aan een echte bestelauto, zoals melkboer Groeneboom uit Rijzoord. Zijn familie liet Groeneboom in Rotterdam, had toen nog 5 paarden op stal staan voor zijn melkwagens. Apart thuisbezorgen voor melk, groente, brood en vlees was arbeidsintensief, dus duur en niet opgewassen tegen de concurrentie van de inmiddels ontstaande supermarkten. Daarom kwamen er vanaf 1966 ook rijdende supermarkten, zoals de SRV-wagens. Die hadden een uitgebreider aanbod. In de familie Groeneboom had iemand ook een groentewinkel en een bezorgwijk. De combinatie van buurtwinkel en bezorgwijk kwam vaker voor. Maar de opkomst van de koelkast en de groeiende supermarkten die alle levensmiddelen verkochten, zorgde ervoor dat zowel de verkoop huis aan huis als de buurtwinkels verdwenen. Steeds meer huisvrouwen kregen een baan en waren dus overdag niet thuis. De mensen gingen met hun auto naar de supermarkt voor de boodschappen voor de hele week. Er viel dus steeds minder te bezorgen. Hier zien we de melkwinkel van Gerrit Vaandrager in Rotterdam, die daarnaast 3 ijzeren honden op de weg had. De combinatie van winkel en bezorgwijk was iets beter opgewassen tegen de concurrentie, maar die verdween uiteindelijk ook uit het straatbeeld. De traagheid van de 20e eeuw zie ik gesymboliseerd in de elektrische broodkar. De accu levert net genoeg stroom om van het centrum van Barendrecht naar het eind van de Voordijk te rijden en terug. Ik film de allerlaatste rit. Op mijn vraag of hij nog even kan omdraaien voor een opname naar de camera toe, is er een onverbiddelijk nee, want dan haalt de accu de weg terug niet meer. Het brood voor de nieuwe bewoners wordt nu geleverd door een supermarkt. Albert Heijn in een noodgebouw was er snel bij.